Uit Spijkerpeil blijkt dat bewoners uit het Spijkerkwartier groen, vervuiling en overlast de belangrijkste items in hun wijk vinden. Spijkerpeil, dat is een peiling onder alle inwoners van het Spijkerkwartier. En het Spijkerkwartier, dat is de Spijkerbuurt inclusief de Spoorhoek. En we peilden daarin wat zij aan belangrijke thema's vonden en wat wij hier in de wijk dus eigenlijk het beste en het snelste kunnen gaan aanpakken met elkaar. Nou is de uitslag van de eerste Spijkerpeil bekend. Was de opkomst, hoe was die? De opkomst die was heel concreet. 401 mensen uit de wijk die hebben gepeild, die hebben meegedaan aan de peiling. En dat was aanvankelijk een beetje teleurstellend, want we hoopten toch minstens op zo'n 600 mensen. Maar als je dat nou eigenlijk vergelijkt met wat er kennelijk gebeurt met algemene peilingen, dan is dat percentage van zo'n 7,5, kleine 8%, is helemaal nog niet zo slecht. De drie onderwerpen die eruit sprongen, ja. Welke zijn dat? Dat was bovenaan stond groen met 12% van de stemmen. Daarna kwam vervuiling met 11% en daarna kwam overlast met 10% van de stemmen. De mensen hadden naast de mogelijkheid om punten toe te kennen ook de mogelijkheid om reacties te geven. Dus zeg maar persoonlijke reacties op het onderwerp. En in die, dat hebben ongeveer 150 mensen hebben dat gedaan van de 400. Dus dat vind ik echt heel veel. En daar is heel veel informatie meegekomen met de peiling over wat mensen dan overlast vinden. En dat kan fietsen die verkeerd geparkeerd zijn, dat kan geluidsoverlast zijn, dat kan verkeersoverlast zijn, dat kan losliggende stoeptegels zijn. Daar is een veelvoud van informatie uitgekomen die we echt heel goed kunnen gebruiken in het vervolg. Ja, absoluut. Ja. Wat is het vervolg precies van Spijkerpeil? De belangrijkste thema's, daarvan wordt een avond georganiseerd. Dat doen wij als werkgroep. En de eerste avond zal groen zijn en dat is 21 januari. In februari, eind februari, komt de vervuiling. En 14 maart komt de overlast. Ja. En dan nodigen we iedereen die dat een belangrijk thema vond uit om hier met elkaar te praten en te zeggen van wat zouden we kunnen aannemen? Wat kunnen we gewoon oppakken? Wie is bereid om daar zeg maar met elkaar een vervolg aan te geven. Is dit uniek in de stad of uniek zelfs in het land? Zover ik weet wel. Er wordt wel in allerlei buurten wel wat peilingachtige zaken gedaan. Maar zo uitgebreid en zo breed heb ik het nog niet gezien. Wanneer is de tweede Spijkerpeil, dat mensen weer kunnen aangeven wat hen allemaal beroert? Nou, we mikken nu op voor de zomervakantie. Dus dat wordt april, mei. En dat lijkt ook een wat beter tijdstip dan december, wat druk is voor iedereen met kerst en Sinterklaas. En we hopen dat we in eind april, begin mei weer een volgende peiling kunnen doen.